Vertegenwoordigers van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij hebben in het kader van een regionaal Persistent Organic Pollutants POP project in Suriname een werkgroepbijeenkomst bijgewoond. De bijeenkomst is gehouden in het gebouw van de Institute for Graduate Studies and Research, IGSR, op het terrein van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Tijdens deze meeting is de focus gelegd op de bewustwording van de gevaren van de POPs voor alle levende organismen die in goederen waarmee de mens dagelijks bezig is, zijn verwerkt. Voor het ministerie van LVV is POPs niet onbekend. Ze was nauw betrokken bij een eerder project dat zich bezighield met het opruimen van POPs in bestrijdingsmiddelen. LVV zal dan ook haar bijdrage leveren bij de implementatie van de Stockholm-conventie. Het doel van de Stockholm-conventie is om de POPs wereldwijd te verbannen. Ze zijn namelijk verwerkt in onder andere pesticiden en industriële chemicaliën die vrijkomen tijdens processen van open verbranding waarbij er giftige stoffen worden geproduceerd.